Lens Duivestein, we staan hier een dag voor de wedstrijd in het eigen Janmarstadion tegen Helmond Sport. Eerst wil ik nog eventjes met jou terug naar vorige week, de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. Voor het eerst weer 90 minuten in de benen na je blessure. Kunnen we stellen dat je weer helemaal terug bent? Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk altijd even afwachten of je misschien te snel terug bent gekomen van je blessure. Maar ik heb geen enkel moment het gevoel gehad dat het geval was. Dus ik voel me gewoon hartstikke fit. Ik denk dat het ook te zien was dat ik gewoon 90 minuten heb vol kunnen maken. Dus wat dat betreft zit het wel goed. Zonder al te veel een tipje van de sluier op te lichten, waar hebben jullie deze week de accenten op gelegd om het Helmond Sport morgenavond zo moeilijk mogelijk te maken? Vooral wel aan de bal eigenlijk. We verwachten ook wel dat we wat meer de bal zullen hebben. Dat Helmond wat afwachtender zal spelen, wat meer gaan inzakken. Dus wat ik zeg, vooral aan de bal. Met daarbij ook natuurlijk kijken naar de restverdediging. Dus dat. Heel belangrijk inderdaad. Dan ook nog eventjes naar jou persoonlijk. 5 goals, 3 assists dit seizoen. Ben je tevreden met die statistieken? Dat is een beetje dubbel voor mij. Natuurlijk ook omdat ik weet wat vorig seizoen mijn statistieken waren. Toen was ik op dit moment wel wat verder. Maar ik heb wel het gevoel dat ik me op andere vlakken weer behoorlijk heb ontwikkeld. Dus wat ik zeg, een beetje dubbel. Maar ik wil nog wel wat opkrikken. Maar daar heb ik nog wel de wedstrijden voor. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Inmiddels ben je alweer een poosje in Almere, maar je bent natuurlijk afkomstig van Helmond Sport, de club waarvoor je bij Almere City FC speelde. Heb je nog veel contacten daar of zijn er inmiddels al veel nieuwe spelers en stafleden? Er zijn wel behoorlijk wat nieuwe spelers, wat andere spelers. Maar je hebt natuurlijk nog wel een aantal jongens die daar nog zitten, waaronder ook Jelle Gooseling die heeft gespeeld. Daar heb ik nog veel contact mee, maar ja, het valt eigenlijk wel mee. Helmond Sport staat er op de ranglijst misschien niet heel erg goed voor, maar in 2023 boeken ze best aardige resultaten tot dusverre. Is dat ook iets wat jullie door de week in zo'n trainingsweek met elkaar bespreken? Ja, tuurlijk. Ze hebben natuurlijk een trainerswisseling gehad. Volgens mij hebben ze met hem 1 keer maar verloren, dus dat zegt ook wel wat. Maar je probeert wel altijd naar jezelf te kijken, van je eigen krachten uit te gaan. En wat ik al aangaf, we verwachten wat meer de bal te hebben. Dus daarin moeten we het zelf laten zien en niet te veel kijken naar Helmond Sport. Dan zijn er ook 2 nieuwe jongens in de groep. Transferwindow is nu net 2 weekjes afgelopen. 2 jongens zijn er weggegaan, Tim Reserveur en Bradley van Hoeven. Hoe is de sfeer op dit moment? Ook met zo'n derde plek natuurlijk op dit moment in de keukenkampioendivisie. Ja, de sfeer is gewoon hartstikke goed. Ik denk dat dat ook natuurlijk komt door de plek op de ranglijst. Dat helpt zeker mee. Wat ik zeg, het groepsgevoel is gewoon hartstikke goed. Ook de 2 jongens die erbij zijn gekomen, het is alleen maar passen er gewoon perfect bij. Die hebben zich ook hartstikke snel aangepast. En gewoon 2 goede jongens voor de groep. Kijk, ik moet wel zeggen dat ik Tim en Bradley natuurlijk wel gewoon mis. Maar dat is niet anders. Dat is inherent aan het voetbal, aan de voetbalwereld. Dus, maar die 2 jongens die erbij zijn gekomen, die, wat ik zeg, passen er goed bij. En zorgen er ook gewoon bij dat het weer hartstikke goed blijft. Dus dat is alleen maar mooi. Helemaal goed. Veel succes morgenavond tegen Helmond Sport.